Het aantal ouders en leerlingen dat wegens schoolverzuim voor de rechter moet verschijnen daalt hard. De belangrijkste reden is dat er steeds meer aandacht is voor de problemen die ervoor zorgen dat de jongeren spijbelen. Dat komt doordat justitie, maar ook leerplicht eigenlijk wel inzien dat het niet zoveel zin heeft om kinderen te vervolgen omdat ze spijbelen. In het verleden hadden ze het idee dat ze daar een en ander wel mee op konden lossen. Maar vaak spelen er bij kinderen zoveel problemen en is schoolverzuim alleen een symptoom. Als kinderen nu alsnog voor de rechter moeten komen, dan hangt ze een taakstraf of een boete boven het hoofd. Ja, Dylan van Brummen, jij bent docent aan de culinaire vakschool in Amsterdam. Zo'n taakstraf helpt dus niet, dat vind jij ook? Ik vind inderdaad dat het niet altijd helpt. In sommige gevallen heeft het misschien wel geholpen trouwens. Maar ik denk dat inderdaad als je de problemen aanpakt thuis die er spelen of op school die er spelen, dat je veel meer gaat bereiken. Ja. In de eerste instantie ontkennen ze gelijk natuurlijk, hè. Ze spijbelen niet. Maar als je een beetje laat zien van hey, ik heb je wel door en laat zien van dat je het niet slecht bedoelt, dat je ernaar vraagt, dan komen soms wel de verhalen los. Soms wil ik ook niet alles weten, want je hebt natuurlijk ook een plicht als docent. Maar uiteindelijk komen er verhalen zoals, ja, het begint al van thuis niet in hun vel zitten. Het kan dus heftige verhalen zijn van huiselijk geweld. Maar het kan ook iets minder zijn dat ze gewoon thuis de hele tijd in de botsing liggen met hun ouders. En vaak als het dan ook nog op school niet lekker loopt, dan gaan ze spijbelen. We hebben een bezoekje gebracht aan de middelbare school waar leerlingen vertelden of ze spijbelden. En wat er dan ook voor kan zorgen dat het niet meer gebeurt. Spijbel je wel eens? Nee, bijna nooit. Ja, nee, eigenlijk niet. Dan zeg ik tegen mijn moeder dat ik ziek ben, maar ik ben helemaal niet ziek. En dan blijf ik gewoon thuis. Dat is eigenlijk spijbelen, toch? Omdat ik dan even geen zin heb. Omdat Duits echt een heel stom vak is. Alleen bij een hulples, omdat die echt super saai zijn. Als ik bijvoorbeeld niet goed heb geleerd voor een toets. Ik denk dat ze gewoon eerst waarschuwing moeten krijgen, een paar keer en dan pas straf moeten krijgen. Dat gewoon naar zijn oor gaan kijken waarom de kinderen überhaupt spijbelen. Als je straf krijgt, ik denk niet van opruimen en zo, dat je daarvan iets leert. Wat zou er in de lessen voor zorgen dat jij niet meer gaat spijbelen? Dat het wat leukere lessen worden. Kan dat bij Duits? Nee, eigenlijk niet.